We zijn nu onderweg naar de dierenarts. We hebben als eerst een bloedonderzoek gedaan. Wachten. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar de 23e vlogmas video. Ik zit nu in de auto en vanochtend ben ik al eventjes naar school geweest. We zijn nu onderweg naar de dierenarts, want we hebben gemerkt dat Dennis de laatste tijd best wel is afgevallen. We hebben hem al geprobeerd bij te voeren met bijvoorbeeld hooi en muesli. Maar daar is hij niet heel erg van bijgekomen of aangekomen. En we gaan nu naar de dierenarts om eventjes uit te sluiten dat er iets met hem aan de hand is. Zoals bijvoorbeeld bloedwormen of iets met zijn maag. We gaan natuurlijk bijna op vakantie en dan is het wel fijn om gewoon met een gerust hart op vakantie te kunnen gaan en te weten dat het goed gaat met Dennis. Dus we zullen zien wat de dierenarts gaat zeggen. Bij de dierenarts was gelukkig heel erg positief. We hebben als eerst een bloedonderzoek gedaan om uit te sluiten dat er niet iets in zijn bloed zat. En die zijn allemaal gewoon normaal. Dus niet te laag of te hoog. Het is wel leuk dat je dat hier zo kan zien. En we hebben ook voor de zekerheid een mestonderzoek gedaan. Zodat we konden uitsluiten dat hij geen bloedworm of wat dan ook heeft. Ook dat was allemaal goed. Dus ja, het is echt de voeding wat we moeten aanpassen. Hij kreeg nu 2 kilo Bix per dag. En hij kreeg van stal 2 keer hooi. En dan voerden we zelf nog een keertje hooi bij. Dus hij kreeg ongeveer 3 plakken per dag. En dat moeten we gaan verdubbelen. Dus hij moet 's ochtends 2 plakken. Tussen de middag 2 plakken. En dan 's avonds weer 2 plakken. En het Bix gaan we ook aanpassen van 2 naar 3 kilo. En waarom ik dit nog niet eerder heb gedaan is omdat hij gewoon best wel veel energie heeft. Hij is best wel druk. En als je ze meer gaat voeren, krijgen ze ook meer energie. Maar ja, dat moet ik echt in het rijden dan proberen eruit te halen en hem gewoon lekker losgooien. Dat hij dan zijn energie kwijt kan. Maar hij heeft het voer wel echt nodig. En het is gewoon per paard heel erg verschillend hoeveel voer ze nodig hebben. En Dennis heeft gewoon meer nodig. Dus dat gaan we aanpassen. En over 3 weken hebben we dan een contactgesprek met de dierenarts. Dan moeten we hem even bellen. En dan gaan we kijken hoe het gaat. Mocht het niet goed gaan, dan gaan we verder brainstormen naar een andere oplossing. Maar als het goed is, moet het in ieder geval heel erg helpen. En dan komt hij bij zijn flanken weer wat meer bij. En op den duur zal zijn buik ook wat voller worden. Dan krijgt hij net iets meer vet. Dus hopelijk komt het dan allemaal weer goed met Dennis. Het is ook niet, hij vond hem niet te mager. Want hij zegt, alle eventing paarden zie ik het liefst eigenlijk zo op de buik. Dat er gewoon niet te veel vet zit, want het moet natuurlijk allemaal mee over de sprong. En hoe meer gewicht het paard heeft, hoe meer gewicht het er ook over de sprong mee moet tillen. Maar voor het mooie zou die net iets meer vet moeten hebben. Dus hopelijk kunnen we dat in de voeding aanpassen. Ik heb straks een hele leuke afspraak gehad, maar voor de rest kan ik er nog niet zoveel over vertellen. Ik heb me nu net even omgekleed in mijn paardrijkleren. En ik ga zo meteen naar Dennis. Ik ga gewoon eventjes rijden. En vanochtend ben ik natuurlijk al naar stal geweest voor de dierenarts. Maar omdat ik de afspraak had, had ik toen geen tijd om te rijden.
Dus ga ik nu nog een keer even terug. En we moeten ook nog eventjes kijken wat we doen met eten. Want het is nu 5 uur volgens mij. Ja. Dus het is nu een beetje te vroeg om te eten. En eigenlijk wil ik ook nu snel naar stal. Misschien dat we onderweg gewoon even langs de McDonald's gaan. Niet zo gezond, maar wel weer lekker. Bij de McDonald's. We hebben gewoon even snel naar de McDrive gereden. Zodat we snel wat in de auto kunnen eten. En dan gaan we daarna door naar stal. Hopelijk is het dan nog een beetje rustig. Aangezien we rond etenstijd zijn. En vanavond zijn er ook privélessen. Je mag dan met z'n vieren in de bak rijden. Maar ik vind dat nooit zo heel erg fijn. Want dan moet je super goed kijken waar diegene heen gaat. En ja, ik vind het toch nooit zo fijn om dan door iemands les heen te rijden. Dus hopelijk kan ik voor die tijd nog even rijden. Ik heb een cheeseburger. En ik heb een medium friet. Dus die ga ik nu lekker opeten. Hey Nens, we zijn weer terug. Kom eens jongen. From the moment of my open eye, been looking for a guided light to lead me on my way. Yeah, lost, struggling to make the top. A slipping grip can't hold me up. It's the game of life we play. Nancy heeft echt mega goed gesprongen. En nu gaan we weer lekker naar huis. Doei Nancy. Even lekker eten. Doei jongen. Ik ben nu weer lekker thuis. En vandaag heb ik gesprongen met Dance. Op woensdag zijn er normaal altijd springlessen bij ons op stal. Maar aangezien de eigenaar hier op vakantie is, hebben ze gewoon met wat mensen van stal de hindernissen opgezet. En toevallig ging Matthew springen. De jongen met de schimmel, misschien hebben jullie hem wel ergens voorbij zien komen in de video's. Ik kon dus mooi met hem meespringen vandaag. Ze hadden allemaal in uitjes achter elkaar gezet. En er lag een steltje met daarvoor en daarachter een balk. Dancy is de laatste tijd natuurlijk best wel een soort heet met het springen. En na deze sprong wilde hij nog wel eens wegschieten. Maar ze hadden dus nu balkjes ervoor en erachter gelegd. En het zorgt ervoor dat de paarden echt moeten opletten waar ze dus afgaan en waar ze weer landen. En doordat ze nadat ze de landing hebben gemaakt echt de pas over het balkje moeten maken, kunnen ze niet in één keer wegschieten. En dat merkte ik ook heel erg in het springen. Dance was echt veel rustiger en hij maakte veel beter de sprong af. Dus ik was er heel erg blij mee en ik heb super lekker kunnen springen. De in-uitjes deed hij ook heel erg goed. De laatste keer naar de oxen moest hij best wel rekken, maar dat is alleen maar goed voor hem. Om ook eens wat grotere afstanden te rijden. En hij deed het echt mega goed, dus daar ben ik heel erg blij mee. Morgen gaan we nog even lekker dressuren en ga ik daarna op vakantie. Ik ga nu eerst even lekker in een warm bad. Ga ik daarna in mijn bed nog even wat video's editen en wat schooldingetjes doen. Dan ga ik daarna lekker slapen. Bedankt voor het kijken naar de video en hopelijk tot morgen weer. Doei!